gelden nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van de fatbikes. Er is een minimumleeftijd van 14 jaar en een helplicht. Wat vind je daarvan? Eigenlijk boeit me vrij weinig, want ik vind die fietsen altijd al heel lelijk en ik vind ze altijd heel stom. Waarom zou je onderscheid maken van de andere fietsen? Goed, denk ik. Ja, goed idee. Het is natuurlijk jammer als je 14 bent en het allemaal nog niet even overziet. En dan gebeurt een ernstig ongeluk. Ben je het eens met de nieuwe regels of had je andere ideeën erbij? Eigenlijk niet. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik dacht alleen altijd van, ze kunnen gevaarlijk zijn, mensen kunnen gewoon in ongelukken komen en dat soort dingen, maar ja. Ja, want het gaat heel snel. Ik vind het niet nodig. Waarom denk je dan dat het gevaarlijk kan zijn? Die dingen gaan veel sneller dan een normale fiets. Ik bedoel, op elektrische fietsen moeten ook mensen steeds vaker een helm dragen, omdat je gaat veel sneller dan normaal. Ik vind het wel redelijk. Sommige mensen doen gewoon dom. En ja, dan moeten er wel maatregelen gaan komen. Denk je dat mensen minder fatbikes gaan gebruiken? Denk het wel, want het is minder leuk. Want ik bedoel, niemand van mijn leeftijd wil nog een helm dragen. Of dat hij dan zo. Allemaal beschermers. Dat wil niemand. Een helm maakt het wel echt minder populair. Dus dat gaat denk ik wel helpen. Ik denk het niet, maar ik hoop het wel. Ik denk dat het een beetje een kick geeft ook, zeg maar, dat hij zo hard gaat. Ik bedoel, ze proberen er cool uit te zien. En zodra je dan met een helm op gaat komen en kniebeschermers, denken ze van, oké, ja, dit is niet leuk meer. Ja, misschien dat de mensen gewoon denken, ja, ik heb scheid, ik ga het nog steeds doen. Dus ja, misschien dat het niet gaat gebeuren en zo.